Goed, dan wil ik Moussa Ayan graag naar voren hebben. Ik weet niet of de spullen klaarstaan, als het goed is. Besloten, helaas. Je moet door. Neem je thee mee naar voren. Moussa is onder andere lid van of raadslid van de Partij van de Arbeid. Het heeft er niks mee te maken, sorry. Ik heb het niet gezegd. Hij ging afgelopen maand ging hij naar Calais toe. Hij wil graag een beschrijving geven van wat hij daar heeft gezien. En dat doet hij aan de hand van foto's. Ik zou zeggen, ga zitten. Dan zit je goed. En pak een microfoon. En pak nu een microfoon. Moussa, wil jij mij een knikje geven wanneer je de volgende... Kom naar je zitten. Het gaat vanzelf als hier. Het gaat vanzelf. Dit is niet zo handig. Kijk, ik vind het eigenlijk wel een beetje raar om... even een paar klikken terug. Ik vind het eigenlijk wel een beetje raar om hier te staan. Want we zijn hier eigenlijk vanavond over de Haarlemse situatie. Zeg maar onze vluchtelingen en wat we daarmee aan moeten. Hij moet echt helemaal terug. Ik weet niet wie er aan die knoppen draait. Arno, je doet het helemaal verkeerd. Ja, dat is de eerste. Maar om even een soort van perspectief te plaatsen. Misschien is dat wel goed. Ik ben gevraagd en ik denk, nou, ik doe dat. Waarom ben ik naar Calais gegaan van de zomer? Zoals je ziet en zoals jullie ook allemaal hebben kunnen zien en lezen in de krant. Calais was echt volop in het nieuws, iedere dag wel, over de situatie van de vluchtelingen daar. En ik dacht van, nou, Calais, ik heb het even op de kaart gezocht, dat is dus 120 kilometer... van de Nederlandse grens vandaan. Ik dacht, ja, dit zijn toch toestanden die onmogelijk zijn in Noordwest-Europa. Een van de rijkste streken van de wereld. Sorry, Moussa, je hebt je hand. Ja. Daardoor gaat hij rond. Dit is beter? Ja, is beter. Ja, oké. Okay. Ik dacht, van, nou, dat kan helemaal niet, 120 kilometer van de Nederlandse grens vandaan. Nou, toen ben ik in de auto gestapt en ben ik naar Calais gereden om echt met mijn eigen ogen te zien of het waar was. En nou ja, in Calais kan je eigenlijk helemaal niet om de situatie heen. Het is dit soort tentenkampen eigenlijk. Midden in de stad, moet je maar even voorstellen dat dit de Janstraat is. Dit is bij een soort van garage. Volgende. En het is tegenover gewoon een in een woonbuurt. En als je er langs loopt, nou, de mensen hebben geen sanitaire voorziening. Dus het stinkt ook enorm. Je moet echt je neus dicht doen. Mensonterend. In zulke tenten en op straat. Dit zijn uitgeputte vluchtelingen die dan een poging hebben gewaagd om of in de vrachtwagen of via de tunnel de oversteek naar Engeland te wagen, want daarvoor zitten ze in Calais. Nou, uitgeput. En dit was tot nu toe wat jullie hebben gezien was in de stad. Maar buiten de stad is een soort van vergelijkbaar met Haarlem-Noord qua afstand. Het is niet echt heel erg ver buiten de stad, maar het is een industrieterrein. En bij dat industrieterrein heb je, zoals ze dat in Calais noemen, de jungle. Zoals je kan zien, die twee verboden borden is duidelijk aangegeven dat je daar eigenlijk niet gewenst bent. Maar als je eenmaal binnen bent, dan lijkt het op het eerste gezicht een camping. Zo ziet het er ook echt uit. Tussen de 4.000 en 5.000 mensen wonen daar dus. En dan heb je aan het begin een tappunt waar mensen water kunnen halen. Artsen zonder grenzen heeft er ook een post dat heel druk bezocht werd toen ik er was. En ze wonen in dit soort hutjes. En er is verder, het is eigenlijk illegaal en het wordt min of meer gedoogd. Er is dus ook geen afvalophaaldienst. Er is verder eigenlijk absoluut geen faciliteiten. En dit soort hoop afval mag ik even terug, want de mensen hebben gelukkig ook humor. Nou, daar staat Welcome to the Eritrean Embassy. ik moest erom lachen. Maar het verhaal is ook triest, maar ik heb eerlijk gezegd ook een aantal gesprekken gevoerd met mensen en ja, het is heel vriendelijk en eigenlijk ook wel. Ja, het is niet triest of zo. Dat vond ik het rare. En bijvoorbeeld iemand uit Eritrea, Salomon, die zegt van ja, we leven hier heel slecht, maar het is nog altijd beter dan bij ons thuis. En dat vond ik eigenlijk wel een eye-opener. Het is hier heel slecht, de omstandigheden zijn daar ook heel slecht, maar het is nog altijd beter dan bij ons thuis.
Er is ook een soort van lokale economie daar in de camping. Hoe ze aan die producten komen, weet ik niet. Dus wij moeten ook oppassen met dingen die we weggeven. Dat is dan eventjes naar de koepel toe, dat daar geen handel in ontstaat. Er zijn echt winkeltjes, restaurantjes, zelfs een bar. Een special offer, 7 euro. Er zijn 2 moskeeën en een kerk. Zelf gebouwd. En wat mij opgevallen is, is dat Kelle echt vergeven is van de hekken. Er is 1 iemand die hier aan deze ellende goed verdient. Dat zijn de hekkenmakers. Door de hele stad. Ik heb, Arno, ik heb ook een filmpje meegezonden van een paar seconden. Ik geloof dat we die niet paraat hebben. Sorry. Die we niet paraat. En waarom? Nee, het was even een filmpje om je een idee te geven van die stad is echt omgeven door tralies en hekken. En je hebt echt het gevoel, ik ga het woord niet zeggen, maar je hebt wel het gevoel dat je ergens zit een paar jaar geleden. Dubbele hekken waar niemand overheen kan klimmen. En als je mij vraagt van wat heb je dan geleerd, hè? Want uiteindelijk, ik voelde me echt opgelaten. Ik voelde me ook een pottenkijker, een ramptoerist. En ik dacht bij mezelf, wat doe ik hier in godsnaam? Ik kan niks doen. Want als je daar 100 kilo aardappelen gaat halen en je gaat het uitdelen, dan zit je met, het is te weinig. Het zijn 5000 mensen in die camping. Hè? En over de hele stad, Calais, 10.000 mensen. Op een stad van 70.000 inwoners. Dat heeft een enorme impact. En dat was voor mij dat ik dacht, van, nou, we hebben hier niet alleen 1 slachtoffer, namelijk de vluchtelingen. De stad zelf, Calais, is ook een slachtoffer. En de mensen zijn die, ik ben bijvoorbeeld ook een bar ingegaan om te praten met mensen van, wat doet het nou eigenlijk met jullie? Nou, er werd mij niet eens vriendelijk. Er werd mij op niet mis te verstaan wijze vriendelijk verzocht mijn bek te houden over het onderwerp, mijn koffie op te drinken en de tent te verlaten. Ze zijn er daar helemaal zat. En ik dacht bij mezelf, dit moeten wij met z'n allen voorkomen. Dat ook de stad slachtoffer wordt. Dus als ik iets mag zeggen over de koepel, laten we ook aandacht hebben. Nogmaals, ontzettend goed dat er zoveel initiatieven zijn richting de vluchtelingen, maar laten we ook de bewoners niet vergeten. Het draagvlak is heel erg belangrijk. En ik studeer niks voor niks geschiedenis. De laatste, laatste plaatje. Dan kijk, dit is dus alles in proportie zien. Hè? Als we dit zien, dan denk ik van, nou, jongens, we hebben met z'n allen hier in Haarlem geen probleem. Een beetje historisch perspectief en dan stop ik ermee. Jongens, dit is net had de toneelschuur hier het over 400 voor Christus. Het is niks nieuws. Europa was zelf, vluchtelingen die leverden ze bij bosjes met miljoenen. Zijn we hier ook vertrokken richting Amerika, Canada, Australië, et cetera. Laten we wat dat betreft elkaar niet te maat nemen en helpen waar we kunnen. Dankjewel.